Rennie, heb je een leuke eerste werkdag gehad? Ja, zeker. Het was weer mooi om de voorbereiding te beginnen. En vooral bij een nieuwe club. En ik ben tevreden dat ik hier mag spelen. Dus, ja, zat het al lang in de pijplijn dat jij hier zal gaan schitteren? Ik hoorde wel dat er interesse was. Dus ik hoorde wel dat er wel wat mensen aan het kijken waren, zeg maar, vanuit Go Ahead Eagles. En, dat wist ik. Ik denk, want ik had wel aangegeven aan mijn zaakwaarnemer dat ik gewoon wel de focus op VV wilde houden, vooral richting de play-offs. En op een gegeven moment, even kijken, van de week werd het echt concreet, ook in de zin van met het gesprek. En hebben we eigenlijk gelijk doorgepakt. Dus, ja, en was de Eredivisie dan geen optie? Want als je mensen vraagt op straat, noem 5 spelers uit de Jubilee League, dan denk ik toch ook dat er veel bij de naam Randy Wolters komen. Nou ja, klopt. Er was wel wat interesse ook uit de Eredivisie. En, dat heb ik niet zo mogen zijn. Ik heb gesprek gehad met Willem II ook en gesproken met de trainer, die was heel gecharmeerd van me ook. Alleen tot op de dag van donderdag, zeg maar, eigenlijk niks gehoord meer. En toen zat ik op het stadion met Go Ahead Eagles en had ik een goed gesprek met de trainer. En toen hebben we eigenlijk gelijk doorgepakt. Dus, Hoe zie jij deze stap in jouw carrière nu? Hoe zie ik deze stap? Ja, ik denk dat het een hele mooie stap is voor mij. Go Ahead Eagles. De club zegt het al. Het straalt voetbal uit. De supporters. Een heel leuk team. Ik denk dat het een hele echte groep kan gaan worden dit seizoen. En ik denk dat dat de bedoeling is dat wij zo snel mogelijk weer terug gaan keren in de Eredivisie. En dat is mijn intentie. Ik wil in de Eredivisie schitteren. En op dit moment zou dat het mooiste zijn met Go Ahead Eagles. Dus, Volgens mij pas je ook wel bij die club, hè? Je bent een beetje een rouwdouwer. Ja, ik kom zelf ook uit een volkswijk. Dus het is allemaal volks en familiair hier. En iedereen heeft de passie voor Go Ahead Eagles in Deventer. En, dat vind ik mooi. Ik hou van een beetje interactie met het publiek. En ik kijk ernaar uit om de eerste wedstrijd in de Adelaars of in de Adelaars te spelen. Dus, Je hebt ook wel een beetje dat accent. Vind je? Ja. Nou, valt wel mee, toch? Ja, wel een beetje. Nou, weet ik niet. Voor mijn gevoel praat ik best wel leids. Dus ik ben nu nog wat rustig, dus dat komt nog wel, denk ik. Hoe belangrijk is Bart Vriends in deze transfer geweest en ook Kenny Thijssen? Want jullie zijn een beetje een oud kaartclubje, lijkt het wel. Nou, ik denk wel dat hij zeker belangrijk is geweest. En Kenny ook, dat de keuze is gevallen op Go Ahead. Ik denk dat wel de doorslag gaf toen ik hoorde dat Kenny Thijssen zou komen. En Bart heb ik ook in de vakantieperiode contact mee gehad, hoe de club een beetje in elkaar zat en een beetje oude tijden herleven. En ik weet wat ik aan Bart en Kenny heb en ook aan Erik overigens. Dus hun hebben wel een belangrijke rol gespeeld dat ik nu hier ben, zeker. Het zou toch wat zijn als die vriend jullie nou in de steek laat? Ja, ik heb het hem al gezegd, die blijft lekker hier. Dat heb ik hem gezegd in ieder geval. Maar je weet het niet, kijk, als hij een mooie stap kan maken. Ja, ik denk niet dat je zo'n jongen dat mag tegenhouden, maar... ik hoop in ieder geval dat Bart blijft. En ik denk niet ik alleen, ik denk de hele club en de supporters ook. Dus, Dan gaan we afwachten. Beginnen met Europees voetbal. Dus al met al gewoon een leuke transfer, toch zo? Ja, zeker weten. Dat is ook heel mooi. Europa in. En dat is mooi. Dat kun je er maar lekker bij hebben op je cv. Dus ik kijk ernaar uit om die wedstrijden ook te spelen. En die komen er al heel snel aan. Dus, Succes. Ja, dankjewel.